Ja, nou, vanaf het begin was mijn idee van het zou mooi zijn als we die wijkverpleging terug kunnen krijgen naar wat het hoort te zijn. Daarnaast was mijn idee ook wel van die principes, die kun je ook op andere onderdelen en in de zorg toepassen. Het mooie van buurtzorg vind ik wel, of in ieder geval van Marinka vind ik wel, dat ze dat doet zeg maar met wat wij aangeven. Dus ja, als wij dingen niet willen, dan doe je het ook niet en dat vind ik wel mooi. Ik ben Margreet, ik ben jeugd- en gezinswerker in de wijk Tiel West. We helpen gezinnen met verschillende levensgebieden, dus vragen op verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld financiën, opvoeding en ontwikkeling, omgaan met relaties, onderwijs, wonen. Dus we zitten echt midden in de wijk, op een school, maar we gaan ook veel de wijk in, op onze fiets. Het pension is geopend voor mensen die vanuit een situatie komen vanuit het ziekenhuis en nog een stukje moeten revalideren en herstellen en niet terug kunnen naar de thuissituatie. Dit is buurtzorghuis, buurtzorghuis Warnsveld. Dit is de eerste hospice van Buurtzorg Nederland. Hier komen mensen in de laatste fase van hun leven. Dus wij geven hier terminale zorg. En hier komen ook mensen voor respijtzorg. Respijtzorg is een tijdelijk verblijf als familie het gewoon niet meer kan thuis. We hebben het echt rijk in het buurtzorghuis. Want ja, dat is wat wij wel heel erg voelen, dat we dit hebben mogen bedenken. Ja. Tenminste, de meeste mensen die hier werken, overal in instellingen hebben gewerkt onder een bepaald management. En dat we allemaal de zorg in zijn gegaan om met mensen te werken. En door buurtzorg, doordat je met alle facetten in aanraking blijft komen, heb je die patiënt weer helemaal centraal en ben je bij alle facetten betrokken. En dat is waarom ik altijd zeg dat buurtzorg is de jas die mij past. Dat is waarom ik de zorg in ben gegaan.